Oh yes, daar zijn we weer terug in Ark Survival Evolved hier op de Ark Eternal server. Oh yeah, let's go. Ik heb er weer zin in vandaag. Ik hoop dat jullie dat ook hebben. Oh, de vorige aflevering hebben wij onze Prime PTE kunnen evolueren naar Electricity. Die gaan we nou ook. Options. Change name: Electricity. Ik heb geen idee of je dat zo schrijft. Dat maakt mij ook eigenlijk helemaal niks uit. Misschien hebben jullie nog wel naamsuggesties gedaan, maar. Nog geen reacties gelezen. Ik ben geopendeerd aan mijn neus. Ja. Dus ja, misschien klink ik anders. Misschien ook wel helemaal niet. Ik heb geen idee. Maar wat we eerst moeten doen. Wat ik nog steeds ben vergeten: scissors. Ik heb niet eens heel veel kapsels vrijgespeeld. Volgens mij moeten we daarvoor nog op de island map. Maar I don't care. Let's go. Blablabla. Weg met dat haar. Romantic of Braids? Braids. Yep, veel cooler. Braids. En dan gaan we hier naar Curly. Oh nee, absoluut niet. Gewoon default en afgeschoren. Accept. Go. Als het goed is, heeft ons dat ook 30 haar gegeven. Dat is weer ideaal voor de nanny. Moet het hierin? Nee. Ja, doen we hier wel in. Vorige aflevering hebben we ook een opslag gemaakt. Wow, die Eternal opslag is ideaal. Ik ben er echt wel heel fan van. En dan was er nog, ik was met Rich en Kim. En Rich die zei nog, wow, dat ziet er wel beter uit. Zo, beetje verzorgd. Rich die zei nog, Kletsie, kun je niet eens een keer wat tutorials maken? Want ik snap er allemaal helemaal niks van. En jij bent mijn lopende Wikipedia. Dus als jullie graag willen dat ik eens een keer wat tutorials maak over Ark Eternal, Ark Eternal Storage of iets anders, een andere mod, laat me dat dan even weten. Want meestal zijn die mods verschrikkelijk verwarrend. Ik vind ze in ieder geval vaak heel verwarrend, heel lastig. We moeten gewoon heel veel uitzoeken. Daarvoor probeer ik in mijn video's ook altijd heel veel uit te leggen. Oh, yes, let's go. De damage waar we de vorige aflevering over hadden, dat misschien nog een beetje aangepast moest worden, dat is aangepast. En de damage, wat of dat we nu doen, dat is de damage die op dat we doen en zullen blijven doen. Wow, deze PTE is ziek. Wel heb ik me er ook nog even in verdiept. Heeft het nut om een dino die torpedo doet meer melee damage te geven? Nee, dat helpt helemaal niks, want het is gewoon een flat, een vlakke hoeveelheid aan torpedo die of dit die doet bij de eerste hit. Dus bij de bite doet hij een bepaalde hoeveelheid torpedo en daarna overtime ook nog. Wee, we doen in ieder geval torpedoer. En we kunnen torpedoer doen op dino's die een tier hoger zijn als Prime. Wat gaan we dan met onze levels doen eigenlijk? 8 levels? Movement speed? Gaat dat? Oeh, dat gaat wel lekker omhoog. Oké, is goed. Go, movement speed. Yes! Dames en heren, wat is dit ongelooflijk vet. En ik denk dat we gewoon eens een keertje rond gaan vliegen. Ik heb geen plan deze aflevering. Want een plan hebben heeft helemaal geen nut in deze game. Heeft helemaal geen nut in deze mod. Want... het loopt toch altijd weer anders. We willen Temmen gaan dood. Temmen we weer wat anders. En oh, kwetsels. Zoveel kwetsels op deze map. Ik kan me nog wel herinneren dat we een vanilla playthrough deden op deze map. En dat... Oh, een goede, een fatsoenlijke kwetsel vinden was gewoon niet te doen. Oh, het was toen uitzonderlijk dat we een goed level kwetsel hadden gevonden. Wat ben jij? Een Radio Kinetic Spino. Wat hebben we daar nou aan? Misschien kunnen we hem killen en dan... Oké. Hoeveel HP heb jij? 260.000. Dit zou te doen moeten zijn, denk ik. Misschien kunnen we hem killen. Misschien spawnt er wel wat leuks uit. Er is 10% kans als hij doodgaat dat er een andere Spino uit spawnt, volgens mij. Maar het kan ook zijn dat er 10% kans is op elke andere Spino. Ik weet nog niet precies hoe dat werkt in deze mod. Maar het komt erop neer als wij hem doodmaken. En opeten. Goed bezig. En opeten. Dat is belangrijk. Die Spino was er net ook al. Daar kan er wat nieuws spawnen. Ik hoor wel vuur, maar volgens mij is dat Princess Peaches wel. Oh. Nope, ik zie geen OP Spino die op dit we willen temmen. Dus we gaan nog heel even verder. Nou weet ik van Implek, waar altijd geweldige spawns zijn. Vaak bosses en Indominus tier. En gezien wij nu een Prime Electric Dino hebben, dan zouden wij Indominus tier moeten kunnen temmen. En dat zijn bosses, maar ook weer niet bosses. Want in Ark Eternal, alles wat je kunt temmen in het wild, is lang niet zo sterk als wat we kunnen summonen bij de summoning portal. En dat moeten we ook nodig doen, maar dan zijn we eerst of een basis nodig. Of dan gaan we wonen in een basis die ik al heb gebouwd op een andere character. Ik weet niet of we dat gaan doen, ja of nee. Ik weet het echt niet heel goed. Misschien bouwen we wel gewoon een nieuwe basis op een geheel andere plek. Misschien gaan we wel wonen in de swamp. Nope, we gaan niet wonen.
gewoon in de swamp. Nee. Dat lijkt me dan wel weer een heel slecht idee. De swamp is gewoon nooit een vriendelijke plek. Dus daar wil ik helemaal niet wonen. Oh, deze PTE. Wat een geweldige dino. Dat wil ik ook nog een keer termen. Wat is dat? Elemental. Nee. De prime variant ervan. Er zijn als het goed is ook prime dragonflies. Dat is een prime raptor. Een skeletal stekko. Daar wil ik nog liever niet mee vechten. Maar dat is een alpha elemental dragonfly. Ik wil graag een prime dragonfly. Ik weet niet of we dat nu moeten doen. Die lijkt mij echt wel heel erg gaaf. Een prime dragonfly. Ik heb Rich al rond zien vliegen op een dragonfly. En dat leek me wel cool. Maar we gaan eens even naar mijn favoriete plek toe. De favoriete plek van mij om een sterkere dino op te levelen. En ik denk niet dat we deze daar enigszins moeten testen. Maar ook de favoriete plek voor mij om Indominus dino's in te spawnen. Hier op de center map, op de center island in het midden. Oh, hier is vaak een overspawn van Eternal Megalosaurus en Megalosaurus en Desmodus. We moeten natuurlijk wel heel even oppassen dat wij niet gedismount worden. Kijk, daar is al de eerste Indominus. Oh, level 290 Indominus Gorilla. Kopie, 700.000 torpoel. Hoeveel doen we met één hit? Nee, je kunt toch niet bij mij. Je kunt niet vliegen en ik wel. Oké, valt nogal tegen hoeveel torpoel of dat wij op hem doen. Dat is 100.000, dus moeten we hem 7 keer hitten. Holy damn, dat mag dan nog wel even duren. Anders wij, dat was onze rol, als wij nu bijten. Nee, dat geeft geen extra torpoel stacking. Alles en iedereen om mij heen valt in slaap omdat ik een prime Electric Dino app. Prime Elemental is dat volgens mij sowieso standaard. Die heeft om zich heen een AOE, waardoor ze in slaap vallen. Dus dit is allemaal al EO. Puur door mijn aanwezigheid. Als jij nou ook gewoon nog ging door mijn aanwezigheid. Maar nee. Oh, hebben we nog wat vlees? We hebben geen vlees bij ons. We hebben wel een remote teleporter bij ons. Dus we zouden zo even heen en weer kunnen teleporteren. Gauw even wat vlees maken. Zit hij in zijn runaway? Nee, hij zit nog niet in zijn runaway. Ja, zo. Hier. Dit is perfect. Nou kunnen we hem elke 10 seconden even een nibbeltje geven. En dan zit hij mooi vast. Ik hoop dat hij ook vast, daadwerkelijk vast zit op ons. Dat hij niet weg kan rennen straks als de torpo te hoog wordt. Maar we gaan het zien. Oh, prime. Oh, wacht. Nee, niet prime. Dit is een Eternal Indominus Gorilla. Indominus is nog net weer 1 tier hoger dan de prime. Dus, oh yes, dat zou een beest moeten worden. Dat was super makkelijk. Dit was gewoon haast te makkelijk. Maar nogmaals, deze dino is niet endgame. Is niet super overpowered. Oh, yes. Let's go. Dan moeten we eerst op zoek naar onze Ankylo, want ik heb geen idee waar ik de Ankylo heb gelaten. En ik hoop dat we genoeg materiaal hebben voor een meet, want anders ben ik alweer zo blij voor helemaal niks. Zit onze Ankylo hierin? Dit is een Ankylo. Ja, oké. Ankylo, let's go. Jij, ploep. Was die er niet? Hier dan. Oké, let's go. Jij, die meat. Die, crap. Die, twee. Is twee genoeg? De blueprints, die worden gewoon uit zijn inventory getrokken. Alle materialen worden te snel uit zijn inventory getrokken. Wacht even. Jij, hier. Jij, stop. Stop met poelen. En let's go. Die. Twee keer. Pool. Wat haalt er nou nog weer uit zijn inventory dan? Twee keer. Inventory contains. Oh crap. Oh, tuurlijk. Ik weet het weer. Ik moet niet op E drukken. Ik moet op toch van smelting drukken. Ik heb dit vaker gezien bij een Ankylo. Hoeveel zijn nodig? Oh, 5. Dan doen we gewoon nog 2. Ik weet niet waarom, maar het lijkt net bij deze Ankylo alsof hij niks in zijn inventory heeft. Maar dat heeft hij wel. Kijk, nu zie je ook nog weer 3 van die andere meat erin zitten. Ik heb echt geen idee. En ik denk dat als we hem nu oppakken in een Pokéball. Kijk, daar zit die meat. Ik heb geen idee wat dat is. Zijn inventory is een beetje broken. Maar hij is wel perfect voor het maken van Eternal Prime Meat. Electricity, let's go! Oh. Lost remote location. Oh, prime. Indominus. Nee, niet prime. Dat is gekke weer prime. Indominus. Gorilla eet hij hier volgens mij. Ja, hij eet gewoon Indominus Gorilla. Ik denk dat hij 1 stukje vlees heeft. 1 stukje vlees. Let's go.
dik is dit? 1,3 miljoen HP. We kunnen hem rijden zonder enigszins iets. Ik weet niet hoe verstandig dat is. Misschien is een zadel en iets van een armor stone nog wel even handig om te doen. Dus dat kunnen we beter wel even gaan doen. Ik ga hem even een zadel geven. Ik ga hem even een armor stone geven. En dan zie ik jullie zo weer. Ik denk hier. Ik denk dat we dan gewoon verder gaan hier met de boel killen. En die aap meteen eens even flink gaan uittesten. Dus, oh yes, ik heb er zin in. Oh yes, wij hebben een zadel. En hier gaan we, control. 40.000 met control. Met die super vette spin. En het is donker, het regent. Oeh, je hebt de regen op stranders, kom maar zo even hier. Oh yes, met zijn gewone slag. En hij kan ook zo opzij slaan als het goed is. Yep. En als het goed is ook een steen voor je. Oeh, 57.000. Maar volgens mij doe je sowieso extra damage op die huisjes van die NPC's. Waar dachten jullie nou dat jullie hier hadden dan? Volgens mij liepen hier nog wat NPC's rond. Ik kan ze niet zien hier in de jungle. Oh, daar liepen we wel heen. Die kon ik wel zien. Oh yes, deze Dino is een beest. Dames en heren, hier word ik vrolijk van. Jerex! Oh, wat fijn, wat fijn. Oh damn. En deze Dino die doet als het goed is geen torpoor. Nee, de torpoor van deze Brachiosaurus die loopt alleen maar naar beneden. Dus wij doen geen torpoor. Huh, hier, steen. Oh, hij kan ook jumpen. Oh, lekker. Lekker. Oh. Damn, dames en heren, wat voelt dit fijn. We gaan nog weer een tier verder. En zoals de oplettende van jullie hebben gezien, in zijn inventory kunnen wij hem nog weer upgraden naar een Fire. Unknown Fire Gorilla, Unknown Lightning Gorilla en Unknown Poison Gorilla. Oh, yes. Ah, we hebben al 53 levels. Oké, 25 in health. 25 in health. Voorzichtig, rustig. 24, 25. En dan moeten we heel goed kijken. Nope. Alles in melee. Let's go. 28 punten al in melee. Oh, yes. En hoeveel HP hebben we aan het eind gekregen? 4,9 miljoen. 4,9 miljoen. Wacht, wat doe ik nou weer? Eternal DNA Jugbug. When you take resources, maar wat zijn we ervoor nodig? Tame says a normal KO tame with Eternal Berry. Oké, dat is vast te maken. Alpha requires Alpha Tranks to KO. Oké, wij hebben Alpha Tranks. Als het goed is. Passive. Ik wil niet dat mijn apen maar gaat vallen. Oh, dat ik een pijltje mis. Dat knip ik er gewoon uit. Oh, mijn god. Ik wou zeggen, die mis ik weer. Maar schijnbaar raakte ik deze. Wow. Een DNA? Jugbug? Are you kidding me? Oh, crap. Ik heb niet onthouden hoeveel van die berries er nodig waren. Oh, zie ik hier nou een robot parasaur? Ah, gewoon een tech parasaur. Die robot parasaurs, die geven zo insane veel electronics. Als je een keer een robot hebt gekild, hoef je gewoon nooit weer geen electronics te hebben. Even het pad vrijmaken. Terug naar ons hutje waar we nodig hout moeten verhuizen. Ik wil weg van dit eiland. Ik wil niet meer wonen hier in zo'n klein simpel hutje. Maar laten we hier gaan maken. Berry. Gaming foods, denk ik. Berries. Volgens mij waren we alleen met deze nodig. 10. Ik weet het echt niet meer hoeveel dat die nodig was. Volgens mij maakt dit ook meer per craft. Dus let's go. 10 per craft. Oké, dat is niet verkeerd. 20 moet genoeg zijn. Eternal Jugbug. Die Eternal DNA Jugbug. Crap, dan moeten we hem nou nog weer vinden ook. Oh, ik had beter mijn aap kunnen laten staan. Dan hadden we hem in ieder geval weer kunnen vinden. Oh, volgens mij zie ik hem al. Ik klik op de Windows toets. Dat is ook niet de bedoeling. Kom op dan, aap. Hier, aap versus aap. Wie is nou de grote dan, hè? Dit kunnen jullie allemaal krijgen. Oh, yes. Oh. Yup. Indominus Gorilla. Oh, super nice. Hoeveel ben je nodig? Als we je nou de helft geven? 5% per. Oh, crap. Dan denk ik dat we 20 net genoeg hebben. Ik denk dat we net niet genoeg hebben.
Oh, damn. Oh, chips. Dan zijn we nu wel onze teleporter kwijt naar de Center Island. Waar ligt hier nou? Hier ligt nou weer van alles te slapen. Omdat we elektriciteit die hier net hebben uit de Pokeball hebben gehaald. Berry, Timmy Food. Berries, pull me nog 10. Not enough to pull Dino DNA. Oh, damn it. Dus we kunnen de Dino DNA Jugbug niet temmen omdat we niet genoeg Dino DNA hebben. Misschien heeft ons aapje nog met bij zich. Ah, sure, hoop zo. Of is die wakker? Is die getemd? Nee! En zijn taming bar is alweer helemaal leeg. Dat kunnen we hier helemaal niet zien. Oh mijn god. Dus daar hebben we al onze Dino DNA aan verspild. Nope. Geen Dino DNA. Damn it! Jullie weten wat ik doen moet. Ik moet alles vernielen. En ik denk dat we wel gewoon weer naar de Center Island gaan. Dan is dat een beetje lastig met alleen de aap. Dus we de aap nou even pokeballen. En yep, dat gaan we doen. Ik ga nog gauw even wat Dino DNA farmen. Ik ga even kijken hoeveel of dat we nodig zijn überhaupt. Want dan zijn we dus meer dan 20 kibbel nodig. Dus dan zou ik 15 crafts moeten doen. Dan zouden we 30 kibbel moeten krijgen. En dat zou dan, weet ik niet, laten we maar 40 doen. Oeh, een schaap. Een schaap. Oh, maar die kan alleen maar getemd worden met fetje cakes. Oké, daar hebben we niks aan. Oh, waarom wil je een schaap bijvoorbeeld? Waarom? I don't know. Ik ben een verzamelaar. En een verzamelaar die is altijd alles nodig. Tenminste, dat denkt hij. Zo, hup. Inventory leeg. Accept. Ruim al die meuk maar op, jongens. Wat is dat heerlijk. Let's go. Jij gaat met me mee. Wij gaan naar Center Island. Dino DNA farmen. En dan zijn wij er zo weer. Wat ik mij in één keer bedenk. Zie je staat take resource. Waarom zou de Dino DNA Jugbug mij geen Dino DNA geven? En dan staat ook wel bij Eternal Alpha Berry 40 keer. Dus eigenlijk moet ik gewoon nog even weer wachten tot hij me nog een keer weer 20 wil geven. Maar ik denk niet dat hun iets overkomt. Ik denk oprecht niet dat hun iets overkomt. Ah, jij geeft mij ook geen Dino DNA. Ik kan twee dingen doen. We kunnen hier wachten totdat hij weer genoeg resources heeft om te kunnen stelen van hem. Die kleider is geweldig. Nee, soms dan dubbel tap ik op spatie en maar goed. Ik ga liever naar Center Island. Duurt niet te lang. Ik ga naar de Center Island. ERP. Hier op de Center Island ben ik random wat aan het killen geweest en ik krijg een armor. Mystical Armor Stone. 211 extra armor en we hadden al een geweldig Alpha Wyvern Saddle genoemd. Alles wat geen zadel heeft in deze mod gebruikt de Alpha Wyvern Saddle. En ook, kijk eens naar die leveltjes. Oh mijn god, nog 8 leveltjes. En hij is maxed out. Oh, Eternal Indominus Argent Davis level 260. Jij moet ook goede XP geven. Kom maar op, ik zag net ook nog een aapje lopen. Ergens daar loopt nog een aapje. Och, deze plek. Het is gewoon zo geweldig. Elke keer als je wat killt hier, dan spawnt er weer wat nieuws in. Heb ik mijn autoklikker nou nog aan? Of heb ik hem uit? Even proberen. Oké, hij is uit. Oh, yes. We krijgen ook weer een loot. En als het goed is, hebben we ook al heel veel Dino DNA. Ik hoop dat we al 20 hebben. 14. Oh, bijna. Bijna genoeg. Oh, dit moet je zien. Dit is een Alpha Andrew Sarkis. Dat doe je gewoon helemaal geen damage op. Ik hit hem voor 8000 in plaats van 60.000 wat ik net op die Archie deed of iets in die richting. Ik weet het ook niet meer, maar elke tier van de dino die heeft weer een hogere resistance. Dus deze Andrew Sarkis, als die een Alpha status, als zoveel resistance heeft, dat is niet normaal. Oh. Alpha Shadow Mains, die zorgt ook nog weer dat je... Oh, wauw, ik kan maar 75.000 hitten. Maar die Shadow Mains, die zorgen er dus ook nog weer voor dat je nog weer minder damage doet. Dus dat je voorheen al deed. Oh, deze Megaloceros hier, die zijn allemaal nog KO vanwege mijn PTE dat we hier langs zijn. 104? Kunnen we al voor 104 hitten? Eternal Indominus Dragon. Sorry maat, maar wij zijn loot nodig. We zijn nog loot nodig. We kunnen niet alles temmen. We komen een keer terug voor jou, maar dan hoge level. Kom hier jij! Oh, ik mis die steen wel een klein beetje. Oh, dit is zo vervelend. Met een non-flyer vechten tegen een flyer. Want om hun te hitten, en vooral in een modpack waar alles zo snel is als in deze,
Dan is het echt, echt heel lastig om iets te raken. En dan duurt het zo lang voordat ze dood zijn. En ik ben er ook niet zo heel goed in, dus misschien ligt het ook wel aan mij. Oh crap, wat van... Die aap daar is in gevecht. Eigenlijk wil ik de experience voor de kill. Dus ik wil niet dat die gekild wordt door een ander. Draak, volg mij naar die aap. We gaan die aap doodmaken. Level 270, die is toch te laag om te temmen. Die is toch te laag om te temmen. Let's go, die aap. Oh crap, ligt daar nou een ghost? Tilekoleo? Oh, die aap was in gevecht met de ghost Tilekoleo. Oké. Okay. Wat jij kan ik ook. Kom maar op. Oh, mijn god. Ik voel me direct, god, ik voel me direct overpowered. Maar, vergis je er niet in. Ik kan op elke minuut hier weer iets spawnen. Waardoor wij niet zo heel veel meer kunnen. En dat we heel snel moeten vluchten. Want ik kan ook elke keer een proper boss, een real boss... Niet een vanilla boss, maar een Ark Eternal boss spawnen uit deze kills. En die dingen die hebben te level 1200 en hebben we weet ik veel hoeveel honderden miljoenen aan AP. Dus we moeten gewoon voorzichtig blijven. Oh, raakte ik hem? Yep, ik raakte hem. Yep, en nog een keer. Kom op man, ik moet je nog twee keer. Twee. Hey, kom hier. Kom hier jij! Oh, mis. Oh mijn god, wat is dit? Yes, nog één keer. Nog één keer raken en dan hebben we hem. Let's harvest this. Corps. Wat ik zag hier nog een tasje van die ghost. Tilekoleo. Laat maar, vergaan. Ik heb geen zin om het zelf op te moeten pakken. We moeten het ik hou er niet van om die auto te moeten zoeken. Rhyme, Snow Owl, level 600. Als we die nou gewoon niet doodmaken, misschien kunnen we die dan de volgende aflevering nog een keer gaan temmen. En deze aflevering niet, want ik dus heb zo ongelooflijk blij. Met mijn aapje, 6 keer Dino DNA. Wat is dit? Oeh, Eternal Indominus Dodo Wyvern. Oeps. Die hit mij gewoon bovenop mijn dino. What? Oh, crap. Nou hebben we haast. Dan moeten we ons dino terughalen. Heeft hij mijn armor ook gebroken? Hij heeft mijn armor niet gebroken. Ik was gewoon insta dood. Let's go, I guess. Misschien moeten we dan gewoon... Oh, maar als we onze aap nou soulballen, dan ligt al zijn loot op de grond. En ik heb geen idee of ik dit zelf zou kunnen dragen. Het lijkt erop dat de dodo wyvern... niet meer op onze aap zit. Right. Dus alleen nog deze jellyfish. Oh crap, de dodo wyvern is er alweer. Nee. Dodo wyvern, val iemand anders aan. Laat mij met rust. Crap. Nou heeft hij ook al mijn armor gebroken. Oh damn, ik ben ook niet slim. Ik had natuurlijk gewoon een... awesome dino tracker in die Indominus Gorilla moeten zetten. Misschien moeten we die dan nou eerst even maken. Crafting. Awesome. Die pool. Cooked prime meat. We hebben wel een campfire. Campfire. Consumables. Meat. Cooked prime meat. 100. We hebben vast wel 100 meat. Wood. Oh, wat heerlijk. Oh, crap. We kunnen dus nog niet zo'n ding maken. Ik heb ook niet opgelet of mijn aap enigszins heel veel damage heeft gehad of niet. Als het goed is heb ik een extra chest piece bij me voor dit soort gevallen. Oh. 5 cooked prime meat, toch? Awesome dino cracker. 10 cooked prime meat. Weet je wel hoe lang dat duurt? Never mind, daar hebben we helemaal geen tijd voor. We moeten onze aap weer gaan redden. Dan doen we, als we hem hebben gered, hebben we een dino cracker in. Oh, die dodo wyvern was ook agressief op mij. Ik snap het niet. Waarom viel die meteen aan? Er was ergens anders. Toen viel die meteen aan. Toen ik weer op mijn dino zat. Holy damn. Ik zie de jellyfish. Die is nog hierboven gebleven. Maar ik zie de dodo wyvern en mijn aap. Nog niet. Oké, ik zie mijn aap. Ik ga ervoor. Auw. Oh crap. Ik dacht dat ik damage kreeg. Het was gewoon mijn aap die damage kreeg. Ik zie de dodo wyvern nergens. Maak hem gewoon dood. Wat ben je aan het doen? Ja, sla hem. In zijn gezicht. Oh, hier. Zo wordt dat. Oh. Wat is de jellyfish?
Ik heb geen idee waar de dode wyvern heen is. Wel weet ik dat ik hier weg wil. Laten we terug naar de basis gaan. Oh, wat was dat toch ook nog weer spannend. Damn, ik dacht misschien raken we hem direct weer kwijt in de eerste aflevering. Het zou mij niet verbazen als mij dat zou overkomen. Is die al max level? Oh, nog één leveltje. Wat is dit? Large XP potion. Misschien is dat genoeg. Zo te horen aan het muziekje wel. Oh, hij is max level. En hebben we ook genoeg DNA? DNA genoeg. DNA. Wacht even. Zo. Droppel. Accept. Als het goed is, komt dat goed. Ik ga er gewoon vanuit dat het goed komt. Volgens mij komt dat wel goed. Dino DNA. Die doen we hierin. En dan gaan we naar Berry. Let op, daar hebben we nu niet meer genoeg die berries die we hiervoor nodig zijn. Vorig jaar hadden we volgens mij proberen voor 10 te poelen, maar dan kon ik er maar voor 2 maken. Dus ik poelde nou voor 4 en dat zou me 40 van deze Eternal Alpha berries moeten geven, want hij maakte 10 per keer. Dus dat zou... Af en toe is het handig om even adem te halen tussendoor. Oh, nou maar hopen dat die Dino DNA Jukbug daar nog steeds aanwezig is. Ik wil hem hebben. Dan hebben we dit niet meer. Dan zijn we meer dan genoeg Dino DNA. En we hebben gewoon geen eens armor aangedaan. We hebben ook nog steeds... Dat is zo'n robot. Dat is een robot stekko. Ik zie er nog weer iets anders uit als de tech stekko. 800.000 HP. Dus dat gaan we niet redden zonder ons aapje. Maar volgens mij was die jukbug hier ergens. Slaap, kindje. Slaap. Slaap van de opposites, geweldig liedje. Oh, yes. Nee, niet. Oh, moet daar. Oh, dat is beter. Ja. Wat hoor ik dan op? Nee. Dillo, je ziet mij niet. Ik ben nog steeds verstopt achter die steen die ik net weg heb gehaakt. 40 berries. Dit zou we moeten temmen. Hij is redelijk hongerig. Niet helemaal leeg. Giraf, ben jij agressief? Een giraf kan toch niet agressief zijn? Oh, ik mag toch hopen van niet. Dillo wel. Hoeveel torpoer heb jij? 1,1 miljoen torpoer. Oké, maar hij valt met jukbug nog niet aan. Oh, dammit. We hadden misschien onze aap mee moeten nemen. Dat was een beter idee geweest. Jukbug temp. Take resources. Oh, je kunt dus als 20 Dino die je neer uit zijn inventory halen terwijl die aan het slapen is en aan het temmen is tegelijk. Oeh, taming effectiveness geef ik eigenlijk ook gewoon helemaal niks om. Ik wil hem gewoon getemd hebben en dan gaan we hem gewoon opsluiten en misbruiken. Ja, eigenlijk is dat wat wij doen in Ark met... Nee, Dilo! Nee. Ah. Ik wist... Wat ben jij al dichtbij? Hoeveel damage doe ik? 2000. Accept. Nee. Dilo. Laat me met rust. Dino DNA. Jukbug. Oep. Oké, hij had niks meer in zijn inventory. Doeg, Dilo. Wop. Dilo of Dilo? Ik heb geen flauw idee. Wij hebben nu net het voor elkaar gekregen om niet alleen een Indominus Gorilla te temmen, maar ook nog in... Spinnet, Dino DNA. Wow, we vliegen onze basis gewoon kats voorbij. Maar kijk eens naar deze shot. Dit is toch geweldig. Center map, I love you. Oké, we gaan terug naar de basis. Oké, hebben we... Misschien moeten we een broek aan doen. Dat kan handig zijn. Oh mijn god, meneer de terrorbeur. Hoeveel lef heb jij? Nee. Nou ga je er ook aan met deze dikke gorilla ook. Nou, als ik raak. 91.000 damage. Oh, Mr. Oeh. Mr. Beast, ik denk niet dat we dat kunnen doen. Options, change name. Maar, daar, oh wacht. Ja, nee, hoofdletter T. La, Beast. Oh, La Beast. Yes, wat ben ik daar blij mee. Oh, ik heb honger. Laten we eten. Oh, surflek. Duurde even met eten. Oh, ik kom niet zoeken om die. Oké, eerst. Erg belangrijk. Als teleporter, 1. Die moeten we eerst het even in Dabeast doen. Nou kan Dabeast nu wel in de Pokeball. Want hij heeft toch niks meer in zijn inventory wat we graag willen bewaren. Dus misschien is het ook handig om hem gewoon in de Pokeball te doen.
liggen hier allemaal nog mee voor resources dan? Waarom is dit nog steeds niet... Oh, oeps. Ik had deze natuurlijk op stoppool gedaan. Startpool. Nou zou dit dat allemaal wel weer op moeten ruimen. Meh, past wel. Is dit? Meh, junk. Soms is het handig, als ik enigszins niet zo snel afgeleid was, dan had ik nog een idee wat of dat ik aan het doen was. Oh, crafting. DS. Hub OP D-storage. Hebben we die al, eigenlijk? Waarmee? Hebben we die al? Ik heb eigenlijk geen idee. Is dit mijn structure storage? Nee, oké, die hebben we nog niet. Oh, ik schrok al. Dan hadden we twee keer en dan was er weer. Maar het is gewoon weer nog chaotischer geworden als dat het al is. Let's go. Die doen we hierheen. Hier. Options. Automation. Enable. Alles aan. Nee, is ook niet helemaal aan. Fertilized egg collection. Ja. Fertilized egg incubation. Ja. Unfertilized egg generation. Ja. Passive generation. De belangrijkste. Misc poop generation. Ja. Poop generation, nu niet. Beetle convert poop hoeft nu ook niet. Iguanodons, nee. Oké. En dan wel sheep wool generation. Queen bee honey generation. Hebben we toch niet. Maar wel wil ik voor de zekerheid, als die enigszins poep gaat verzamelen, alles even op 0 zetten. En je mag van mij 5 katja pellets, owl pellets en 5 fertilizer. Ja, laten we dat maar doen. En ik wil ook 5 om 5. Oké, automation. Is ingesteld. En als wij nu even geduld hebben. Heel bijzonder. Nee, maar ik heb geen geduld. I know. Maar we kunnen nu alle dino's hierin gooien. En als het goed is hebben die PTE's. Oh, ik vergeet gewoon mijn neus hoor. Ik weet ook niet eens waar ik al mijn dino's heb geladen. Het is een beetje een chaos. Hier heb ik ook nog een dino, maar dan pak ik hier nog weer. Dat hoort ook niet allemaal hierin. Het is nog een beetje een chaos, maar ik kom eigenlijk ook. Ik wil helemaal niet in deze basis blijven. Wonen. En ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen om een nieuwe beest te bouwen. Maar als het goed is, hierin gaan we nu. Het kan zijn dat het nog even duurt. Options. Automation. Oké, alles staat in ieder geval wel aan en goed ingesteld. Nou zou die het moeten gaan doen. Dat die passive wat generate. Ik ga er even voor op wachten en dan laat ik dat nog even aan jullie zien wat of dat allemaal oplevert. Want dat is het. Oh yes. Oh, en daar is het niet eens heel erg veel later. Hebben we hier Dino DNA Resource 4. Dat lijkt niet heel erg veel, maar. Ah, ben mijn handschoenen gewoon vergeten. Meen je dat? Oké, maar. Dus, dames en heren, we hebben nu Unlimited. Unlimited! Ik kan niet eens meer praten. Oh mijn god, ik geef gewoon mijn neus de schuld van. Dat komt gewoon door de dokter die mijn neus heeft mishandeld. Oh! Maar, dus, Unlimited Dino DNA. Nu zijn we nog nodig. Unlimited Dino Hearts Element. Oh, er zijn nog zoveel jukbugs die we moeten temmen. Nog zoveel dino's die we moeten temmen. Maar voor deze aflevering zal ik het hierbij moeten laten. Yes! Super leuk dat jullie er weer bij waren. Ik hoop dat jullie er evenveel van hebben genoten. Als dat ik heb gedaan, laat me dat even weten in de reacties. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.